gaan verder met de leugendetector. En deze keer voelt Jeroen Annelie aan de tand over haar vakantie. Want laten we eerlijk zijn, die kan niet alleen maar leuk zijn geweest. Ben je op vakantie geweest dit jaar? Ja, dit jaar wel. En waar ben je naartoe geweest? Zwitserland en Frankrijk. Allebei? Welke dorpjes? Dat weet ik niet. We zijn in ieder geval in Frankrijk en Zwitserland geweest. We hebben een hele mooie wandeling gemaakt met de kabelbaan ook. Oh ja? Mm-hmm. Een wandeling op de kabelbaan? Nee, met de kabelbaan omhoog op de berg. En daar dan weer naar beneden wandelen. Alles van de vakantie leuk? Ja, eigenlijk wel. Hm? Huh? Maar ik zelf vond alles leuk. Huh? Misschien was er nou iets wat misschien iets minder leuk was. Of misschien was er ergens een keer dat je niet zo lekker had gegeten. Of dat je misschien ruzie met je broertje had of zo. Kan dat? Oh ja, ik had een keertje ruzie met mijn broer. Ja, zie je, dat gaat. Was het dus. Dat was ik helemaal vergeten. Nou, het is maar goed dat dit ding je nog weet dan. Huh? Mm-hmm. Ruzie met je broertje. En waar ging die ruzie over, weet je dat nog? Dat weet ik geloof ik niet meer. Huh? Nou, ik denk dat je het nog wel weet. Even goed nadenken. Oh ja, en welke kant de slaapzakken moesten. Nee, daar ga je dus al. Slaapzakken. En? En wie begon de ruzie, weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet meer geloof ik. Huh? Dat weet ik nou echt niet meer. Ik moet toch een antwoord hebben. Wat denk je? Jij of Emiel? Dat weet ik niet. We vinden allebei iets anders. We vinden allebei iets anders. Ja. Maar wie is dan degene die zegt, en nu heb ik er genoeg van, ik ga je een beetje duwen of zo? Mijn broer. Nee, echt. Mijn broer wordt altijd heel erg boos op mij. Maar als hij dan boos wordt, word ik ook boos. En misschien is dat het, dat hij dan... Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Dus het is een beetje 50-50 is het, zeg maar. Ja. Zullen we dan beloven dat we nooit meer ruzie maken op vakantie? Oké. Okay. Of misschien nog één keer dan. Ja.